Kick-off te geven van het onderwijslijn en vooral de kinderen dichterbij, niet de kinderen dichterbij het internet te brengen, daar zijn ze al lang, maar de volwassenen duidelijk te maken dat zij anders denken en anders doen. Wij exposeren hier Exposure Talent. Dat is een filmfestival dat we hebben georganiseerd vorig jaar voor 5 middelbare scholen. En we zijn nu bezig met een nieuwe editie, zeg maar, voor 20 middelbare scholen. En het komt er eigenlijk op neer dat gewoon filmpjes op internet worden gezet, zeg maar, en dat streaming media in het onderwijs wordt ingebed, zeg maar, in het filmpjes maken. Dus dat promoten we hier. Wat er hier nou gebeurt tijdens zo'n videoconferentie? Nou, wij maken contact met, in dit geval straks met de KSE. En wat er dan gebeurt is, dan wordt er een videolink opgezet. Dus zij ontvangen beeld en geluid van ons en wij ontvangen beeld en geluid van hun. Ziet u ook de toekomst in het leren vanaf internet in plaats van boeken? Ik denk dat je toch interactie met leerkrachten nodig hebt en met leerlingen onderling. Laten we zeggen, theoretisch zou het wel kunnen, maar ik denk dat persoonlijk contact tussen degene die onderwijs geven en de leerlingen toch wel nuttig zal blijken en van belang zal blijken. Mag ik misschien even vragen wat u aan het doen bent? Ja hoor, ik werk voor Stichting Kennisnet. Kennisnet is de internetorganisatie voor het Nederlands onderwijs. Wij staan hier vandaag omdat wij voor breedbandig internet ook het nodige op de markt hebben gezet. Vandaag lanceren we de breedbandpoort. Wat doen jullie zoal deze dag? Wij promoten volgens mij WMTS en GPS in een spel van de Dagelijkheid. We hebben hetzelfde februari hebben een spel gedaan door Amsterdam. We moesten met mobiele telefoons een spel spelen. En dat doen we nu hier in het klein om te laten zien wat we doen.